Het is de eerste maandag van augustus en sinds 1898 staat er bij veel boeren een groot kruis in de agenda. Want vandaag plan je niks. Vandaag ga je naar Op Meer, naar de landbouwshow. Het komende uur komen we live bij jou in de huiskamer hier vanaf het terrein. En we hebben ja, van alles. Het draait natuurlijk ook heel erg om gezien worden. Dus we hebben koeien, prachtige beesten, we hebben geiten, we hebben schapen. We gaan straks ook nog eventjes naar het klein pluimvee. En natuurlijk mag je de paarden niet vergeten. En mijn collega Pamela, die staat al even bij de dressuur. Ja, we staan hier inderdaad bij de dressuur. Dat zei je goed, Grietje. Hier aan deze kant zien we de paarden al die zijn aan het opstellen. En ik sta hier met Ineke Keizer. Goedemiddag. Goedemiddag. Want jij weet hier ontzettend veel van, hè? Ja, ik weet wel het een en ander van, ja. Het een en ander. Want hoe lang ben jij zelf al ruiter? 50 jaar. 50 jaar, dan zeg je ik weet er een beetje van. Ja. Maar wat zijn ze nu precies aan het doen? Waar kijken we nu naar? Ze gaan nu opstellen. En dan steekt Cindy de hand op en dan gaat de muziek beginnen. En nou gaan ze beginnen rondrijden. Dus vooral dat begint nu? Ja, het is vooral belangrijk dat ze op elkaar richten. Oh, sorry. Het is vooral belangrijk dat ze op elkaar richten. Dan komen ze hoor straks. Oh. Paarden zijn dit niet helemaal gewend, zulke harde muziek. We hebben al hard geoefend op zulke harde muziek. Nou, dan rijden ze eerst nog een rondje. Want dit is de foute kuur. Waarom heet dit de foute kuur? Dat de muziek normaal heel klassiek is zonder tekst. En dit is Guus Meeuwers. Ja. En waarom is dit? Wilde de organisatie dit? Nee, dat wilden wij. Wij wilden iets anders. Waarom dan? Vonden we leuk. Het is een feest. Lammedag op Meer is altijd een feest. Als we ietsje naar voren lopen, dan kunnen we beter kijken. Want wat gebeurt er nu? Nu gaan ze halt houden, groeten. Een klassiek onderdeel, hè? Ja. Dit is echt wel heel moeilijk, lijkt me. Nou, we hebben maanden geoefend op elkaar te richten en halt houden, groeten en op de muziek. Hoe lang? Vanaf januari, zei je? Zijn we begonnen met de kuur in elkaar. Nu maken ze een appiëment, dat is zijwaarts. Dat zie je ook, dat de been een beetje pootje over, zeg maar, voor de mensen die er niet zoveel kijk op hebben. En is dat nou heel lastig voor zo'n paard, pootje over? Het is wel een oefening die je wel moet leren. Paard moet wel zijwaarts voor je been willen. Vallen ze nou nog wel eens die paarden? Want zijwaarts is natuurlijk zeker in het begin. Nee hoor, dat maakt niet uit. Ze zoeken hun balans zelf al op. Weet je, dit is knap zo met die... Zie je ook dat ze op elkaar richten. En als jij dit nou zelf rijdt, hè? Hoe moeilijk, als je dit nou kan inschatten, hoe moeilijk is deze kuur nou? Of valt het eigenlijk al mee? Ik vind het een moeilijke kuur. Nou, nu gaan ze halt houden. Met allemaal met hun koppen naar binnen. En nu gaan ze achteruit. Is dat lastig, achteruit rijden? Ja, dat moet je toch. Dat moet je een paar toch leren. Ze willen graag voorwaarts. En dit nu wisselt het nummer. Oh, mooi. Ja, en nu is dit is dan rustigere muziek, omdat het nu een staponderdeel is. Een stap is de eerste gang van een paard. En gaan ze ook nog in galop? Ja, ze gaan alle hangen laten zien, hoor. Jeetje, want hoe lang duurt deze kuur? Deze kuur die duurt tussen de 6 en de 8 minuten. Is dat nou lang of hoe lang doet Ankie van Grunsven een kuur normaal? Ja, officieel staan daar tijden voor. En nou, tussen de 5 en 5,5 minuut, langer mag het niet duren. Ja, dus deze is wel wat langer dan normaal? Ja, maar omdat het een show is. Wat over Ankie van Grunsven gesproken. Jij zei net, je hebt de hoogste klasse. Ja. En een van deze paarden en ruiters, die heeft ook gereden in die hoogste klasse, hè? Nou, Cindy zelf heb Grand Prix gereden op het linker paard wat nu daar links staat. Links in beeld, die hele grote vos, bruine. Een grote vos, ja. Dit is dus de galop. Ja. En je merkt ook de muziek. De muziek past zich aan. Past zich aan. Mooi, hè? Dan gaan we hier nog even verder met genieten. En dan gaan we zo weer naar Grietje, denk ik. Want jij staat als het goed is tussen de geiten. Ik sta hier tussen de geiten. Er staan hier al een paar mensen volgens mij in spanning te wachten. Wat staat er te gebeuren? Kampioenskeuring. De kampioenskeuring. En wat is dit dan voor specifiek moment? Dit zijn de kampioenskeuring van de alle daar, dus van alle rassen. Dus wit, Toggenburgerbond en boerigheid. Nou, en dan gaan we nu mensen bezig kijken welke het beste is voor vandaag. Dus 7 augustus, landbouwdag op Meer. Nou, en dan... Dus van een van deze vier... De kampioen worden. Wordt één kampioen. Heb jij nou een favoriet? Nee, nog niet. Nee? Nee, nog niet.
Oh, nou, dan gaan we eens eventjes kijken. Ik ga eens even kijken of ik het tussendoor kan. Even praten met een van de kampioensmannen. Dag Ab, jij bent trots eigenaar, of niet? Jazeker. Ja, had je dit verwacht? Nee, niet helemaal. Nee? Nee, dat blijft toch altijd zo. Ja. Dat is altijd een verrassing. Wat denk je dat er zo mooi is aan deze geit? Nou, ze een mooie bruine kop en zijn witte lichaam is ook. Dat vind ik juist hartstikke mooi. Ja. Het is ook een vleestype, dus het moet gewoon goed in zijn vlees zitten. Dat is juist hartstikke leuk van deze geit. Ja. En je hoeft ze niet te melken. Ja, nee, dat scheelt ook. En als je nou eventjes zo kijkt naar de concurrentie, hoe schat je je kansen dan in? Nou, ik denk niet dat ik het doe. Maar dat geeft niet. Nee, maar dat geeft niet. Maar in zijn soort is hij wel kampioen. En dat is voor mij het belangrijkste. Dat is een hele mooie prestatie. Ja. Ja. Kijk eens even, volgens mij is er zelf ook trots op. Ja, zeker. De jury kan nu volgens mij elk moment de prijs gaan uitreiken, ja, toch? Ja, dan kunnen ze elk moment doen ze dat, ja. Moet jij dan eventjes bij de... Ja, dan loop ik erachteraan. Ja, dan lopen wij met je mee. Even kijken, de jury, is dat, komt daar de beker vandaan? Dat is Henk en Luw, dat zijn de jury. Henk Buren en Luw Adema, deze twee mensen. Kijk eens even, de mannen van de jury. U zucht, was het een moeilijke beslissing? Nee, maar we hebben de beslissing nog niet bekendgemaakt. Maar mogen we dat nu gaan doen? Van mij mogen u dat nu gaan doen. Wij zijn erbij. Ja, dat is leuk. Ik hou hem er gewoon ook bij. Dames en heren, we gaan de algemeen kampioen bij de melkgeiten bekendmaken. Na lange weken en wegen hebben wij besloten de witte geit algemeen kampioen van de NCW-keuring in Op Meer 2017. Yes! Een geit van goed type. Misschien iets stijl in de voorhand, maar een hele mooie melkopdruk. Dank u. Kijk eens eventjes. Nou, dan gaan wij heel snel. Gaan wij heel snel even naar de winnaar voordat iedereen een foto gaat maken. Had je dit verwacht? Wat is er sprakeloos daarop? Nee, ze is vaker kampioen geweest. Ja? Maar de competitie is goed. Het is altijd afwachten wat de jury wil. Ja. Kijk, het is leuk. Ja, wat doet dat met je dan om te winnen? Kan je dat omschrijven? Mijn hart zit zo. En ik ben zo trots op mijn meisje. Oh. Kijk nou toch. Blijft zij er nou nog een beetje cool onder of niet? Ja, ja, ze is het gewend. We gaan dit jaar maar 4 keer, maar vorig jaar zijn we 6 keer naar de keuring geweest per jaar. En ze gaat als lammetje vanavond al mee. Ja. Dus, En kan je nou voor de mensen die geen verstand hebben van geiten, kan je nou een beetje aan haar aangeven, wat maakt deze geit nou zo mooi? Dat moet u aan de keurmeester vragen, maar... Ja, ik weet het ook. Je weet dat toch ook? Je weet dat het een kampioensgeit is. Je mag het van mij wel zeggen, hoor. Ze heeft heel mooi type. Melkgeiten moeten langgerekt hoogbenig zijn. Dat heeft ze. Dan moet ze een mooie welving hebben, dat ze goed de eten op kan nemen. Dat zit er ook in. Ze heeft een prachtig mooi uien. Ja, nou, dan ben je compleet. En dan moet je nog hopen dat het beter is dan de rest. Ja. En ze is dus van buiten heel, heel mooi. Heeft ze ook een goed karakter? Ja. Ja? Ja, nee. De moeder is mijn grote vriendin, maar daarna komt zij. Ja. Ja. Nou, kijk eens even. Ga lekker genieten van je prijs. Ja, ja, heel veel plezier ermee. Nou ja, ik vind het mooi, maar ik vind ze allemaal mooi. Ab, kijk eens even. Niet gewonnen. Nee, maar geef niet toe. Nee? Nee, zeker niet. Je zei het net al een beetje. Ja, maar dat is een hele beste lien. Dan heb ik een hele goede geit. Ja. Dus dat moet je gewoon zo houden. Ja. Daar ben ik tevreden mee, hoor. Ja, precies. Het is ook een prachtige prestatie om hier te mogen staan. Hele fijne dag nog verder. Volgens mij kan die voor jou niet meer stuk. Nee, en wij schakelen weer even over naar Pamela. Ja. Is goed. Oké, dankjewel. Toch? Ja. Doei doei. Ik wist echt niet wat het even nog wel waar is. Nooit meer oerend hart. Nooit meer oerend. Ja, fantastisch, dames en heren. Een foute groep, dat zag u allemaal. Geweldig gedaan. Noelle, Priscilla, Cindy, Maureen. Heel goed hier op dit fantastische terrein van de 108e landbouwshow in Opmeer. Als je het hebt over keuringen, dan wil je natuurlijk dat je dier er op en top bij staat. Dus 's morgens, ja, moeten ze eigenlijk ook eventjes door de make-up. En dat gebeurt hier al heel vroeg bij het... Koeien wassen. Precies, daar gaan we nou even naar kijken.
deze dames kunnen wel een stopje gebruiken, hè? Ja, dat hou je toch, hè? Ze schijten een hoop onder, dus we doen er niks aan. Vanmorgen moet het hier, gaan ze de vrachtwagen in. En dan komen ze uit de vrachtwagen en dan zijn ze toch een beetje door de zenuwen gaan poepen. Dus dan moet het weer schoongemaakt worden. Is het belangrijk dat ze goed schoon zijn? Ja. Want, omdat er duizenden mensen langs de kant staan te kijken. En dan wil je toch als sector zorgen dat je schoon vee laat zien. En hoeveel kalveren was je dan? Twee. We zijn vandaag met twee kalfjes. Ja. Maar iedere drie dagen was je ze? Ja, zo'n beetje wel. Komen ze mooi in het haar. Voor het knippen ook makkelijker. Voor het knippen? Ja. Maar ze worden ook geknipt? Ja. Ja, je ziet het, ze zijn helemaal kaal. Maar dat is nogal een werk. Het valt mee. Met een scheerapparaat? Ja, okay. Korte messen. Ja, met een scheerapparaat. En waarom is dat zo belangrijk? Het knippen. Oh, de toner de kalver veel mooier. Dik pak haar gaat eraf. En de fijnheid van de kalver, het komt allemaal mooi aan bod. Zeg, en gebruik je dan ook shampoo eigenlijk? Gewoon de groene zeep? Gewoon de groene zeep, ja. Ja, als het gaat om mooie dieren, dan mag natuurlijk ook een mooie show niet ontbreken. En als er iemand is die weet hoe ze een goede show moeten geven, dan zijn het wel de Future Guys. Laten we even gaan kijken naar wat zij eerder vandaag hebben gedaan. Ik zeg top. Komt ie aan. Dames en heren, naar een geweldige show van The Future Guys. Een indrukwekkende show, geheel in Amerikaanse stijl. U heeft het gezien en u ziet het nu ook. De welbekende, spectaculaire stunts uit de oude westernfilms en rodeo's. Ja, want momenteel zijn we nu bij de Hoefsmid aanbeland. Als ik hier zo naartoe loop, staan ze al helemaal in vol ornaat. Want Jos, toch? Ja, klopt. Ja, Jos. En Ben? Ja. En jullie werken vandaag samen? Ja, ik sta aan deze kant, Ben is aan de andere kant van het terrein, voor de rijpaarden. Ik sta voor de tuigpaarden. En is er hier nou meer te doen of is er daar nou meer te doen? Nou, bij mij is er meer te doen, want ik heb er al vier gehad. Vier paarden al? Ja, vier paarden met losse ijzers. En jij nul, hè? Nou, ik sta hier gewoon voor Jan Lul, ja. Eigenlijk wel, ja. Je ziet wel prachtig uit. Want waarom heb je dit helemaal aan? En dit is gewoon meer puur voor bescherming. Als je met paard bezig bent, je werkt met messen en hamers. Dat je voor je eigen benen, voor het beschermen. En dat je heel blijft. Want kan zo'n paard ook wel eens een flinke trap geven dan? Ja, dat kan gebeuren, ja. Maar heb je niet zoveel aan deze broek? Nee, dan houdt het op, ja. Ja. Want wat vind jij nou leuker? Op zo'n evenement staan of wat je normaal doet? Want normaal ga je gewoon langs maneges, toch? Ja, dat klopt. Maar dit is ook gewoon hartstikke leuk. Je ziet al je klanten, allemaal mensen die je kent. Dus daar is deze dag natuurlijk hartstikke leuk voor. En je hebt dus al vier paarden gehad. Wat was daar mis mee? Nou, het ijzer lag eraf en die moesten de ring in om een wedstrijd te rijden. En dan moet dat ijzer er gauw onder. Want wat ik hier achter me zie, is dit zo'n ijzer bedoel je? Ja. Even voor de mensen die dat niet weten. Die trappen ze er dan af. En, dan moeten ze wel sterk zijn. Hoe trappen ze dit er nou af? Ja, paarden zijn heel handig wat dat er gaat. Slaan wij hem eronder en dan kennen ze gauw weer door. En dan hier doorheen, hoe werkt het dan? Hier slaan we hoefnagels in de gaten. Ja. En dan, kijk, daar komt er eentje, daar om er maar in. Zo. Samenwerking, ja. En dan knippen we hem eraf, slaan we hem om en dan kennen ze weer door. Dus dit schoppen ze dan af, dit breekt dan af? Ja. Jeetje, dat is best wel brute kracht. En daarom zijn wij hier, hoor, met z'n tweetjes. Dat alles gewoon door kan gaan. Want je zei al dat dit verplicht is, toch? Dat jullie zeg maar hier zijn als hoefsmid. Nou ja, dat is wel een beetje een probleem als ze hem aftrappen, terwijl er kampioenschappen zijn en je kan niet meer meedoen. Ja, dat is lullig. Dus het is gewoon superhandig als je als organisatie hoefsmeden hebt achter de hand. Dus, want je zei eerder al, sprak ik jou en zei ja, er moeten er twee staan, want als ik daar sta en er gebeurt hier wat, dat kan niet. Nee, het terrein is te groot daarvoor en daarom twee hoefsmeden. En werken jullie nou vaker samen?
Nee, eigenlijk alleen op deze dag. We komen elkaar onderweg wel eens tegen, op manesjes en stallen en zo. Maar echt samenwerken alleen op deze dag, ja. Baal jij trouwens nou niet? Ja, hij heeft er al 4 gehad. Je hebt nog helemaal niks gedaan. Nee, ik vind het niet heel erg. Ik heb een mooie dag. Ik kijk rond en ik praat met mensen. En, ja. Maar dus gewoon kijken naar alle mooie dingen die er gebeuren. Een paar, ja. Een soort kleine soort van vrije dag eigenlijk. Lekker. Terwijl je eigenlijk wel aan het werk bent. Ja, dat wel, ja. Ja. Ja, wel mooi om dit zo te zien hoor. En wat is nou het meest bijzondere wat kan gebeuren? Nou ja, het aftrappen, dat is eigenlijk alles. Ja, is er nooit echt dat je denkt, hoe? Nou, nee. Ja, er was er net eentje die had geen kalkoengaten. De gaten waar je die... Wat voor gaten? Ja. Kalkoengaten? Oh god, wat zeg ik nou? Kalkoengaten, dat zijn de gaten met draadtap erin, waar die schroefdop in schroef. Zit dat ook hier? Kan ik dat hier zien? Nee. Oh, dat zit hier niet op. Oké. Okay. Dus, nou, ik zou zeggen, heel veel succes nog vandaag. En dan zijn wij zo bij u terug, want wij gaan even naar de reclame. We zijn aangeland bij het kleinvee, zoals dat dan wordt genoemd. En ik zie hier een konijn, wat, nou ja, ik vind het er al bijzonder uitzien. Wat is dit voor soort? Dit heet in het Nederlands heet het een Rus. In het buitenlands heet het Himalaya. Himalaya. Ja. Dus ze komen waarschijnlijk ooit ergens uit die contrast vandaan. En dat zijn konijnen die worden wit geboren. En naarmate ze ouder worden, komt de kleur op de lichaamseinde. Ja, maar ze hebben ook echt die rode ogen. Ze zijn het albino's. Het zijn genetisch albino's. En daar komt dan naderhand wat kleur op. Ja. Dus het is een heel klein beetje kleur. Alleen op de snuit, op de oren en op de pootjes. Ja, grappig. Nou, Aad en Gerard, jullie zijn de keurmeesters hier. Zijn er nou nog dieren waar je echt heel blij van wordt? Of die heel bijzonder zijn? Nou, heel bijzondere hoenders zitten daar, in die kooi daar. Ja? Dat zijn naakthalzen. En wat maakt ze zo bijzonder? De naakthals. Ja, ik voelde hem al een klein beetje aankomen. Maar het ziet er een beetje raar uit. Vreemd, ja. We zijn dat niet gewend, dat er geen veren op de hals zitten. Maar het is een dominante eigenschap. En er zijn hier in Nederland weinig fokkers van naakthalzen. Maar ik ben op vakantie geweest in Kreta. En dat hele eiland liep vol met kippen die naakthalzig waren. Ja. Dat komt ook omdat de eigenschap voor zo'n naakte hals dominant is. Als het erin zit, ja, dan komt het altijd weer terug. En het ziet er zo. Heeft hij het dan in de Nederlandse winters niet een beetje koud? Nee, ze komen oorspronkelijk uit Roemenië vandaan. En daar wordt het stukken kouder zwinters als dat het bij ons is. En daar zijn ze ontstaan en daar gedijen ze prima. En de zonders hebben echt geen bescherming nodig. Als je die nek ook beetpakt, voel je ook echt dat die warm is. Dus blijkbaar wordt er meer warmte naar die huid gegenereerd. Wat ook verklaart dat die huid zo rood is. Ja. Dus veel bloeddoorstroming. En dan wordt die warm. Relatief gaat er natuurlijk toch al veel bloed naar het hoofd bij mensen, maar ook naar de kop bij dieren. Ja. Dus het moet toch die hals passeren. Ja, precies. Het moet er toch langs. Dat het eigenlijk een beetje een kacheltje van de kip. God, wat gaat. Laten we nog eens even een klein stukje die kant dan oplopen. Deze ziet er heel pluizig uit. Wat is dit? Dit is een zijdehoen. En dit is een zijdehoen in een kleurslag die fokker is aan het proberen een nieuwe kleur te creëren. En dat noemen ze bobtail. En bobtail, dat komt van de honden af die we kennen. De bobtailhonden. Dus eigenlijk een lichte kop en een donker lichaam. En daar is deze meneer mee bezig. Wat zie je nou hier, als je langs al die hokken loopt, zie je veel nieuwe soorten langskomen? Nee, hier echt nieuwe soorten voor ons niet. Het is wel leuk dat hier een hele variëteit zit. Ze hebben dus als vereniging geprobeerd om zoveel mogelijk verschillende rassen, verschillende kleuren te laten zien aan het publiek. En dat is natuurlijk het leukste. Want je had natuurlijk ook 40 dezelfde kippen op een rij kunnen zetten en zegt iedereen, wat is verschil nou? Nou ja, dat is voor ons is dat ook makkelijker als keuren, want als er allemaal verschillende zitten, kunnen we het nooit hetzelfde doen. Dus dan komen er verschillende keurenpotjes op. Ja. Ik snap het. Nou, van deze hele kleine dieren gaan we naar de toch iets grotere beesten. Want Pamela, die staat bij de eenspannen. Oké, jongens, let op. We gaan zo ver. Ja, ik sta hier naast een ontzettende, gezellige en blije burgemeester. Jazeker, heerlijk. Burgemeester van Opmeer. Wat zien we nu achter ons? Nou, achter de mensen zien nu in beeld de eenspannen. Dus dat zijn dames met een paard voor het wagentje. Ja? En de bedoeling is natuurlijk dat ze zo mooi mogelijk voortbewegen en afstand afleggen en van hand veranderen. Dus het rechterbeen overgaan op het linkerbeen naar voren. Ja, en dan is een hele deskundige jury die gaat bepalen wie nummer 1, 2 of 3 wordt. En u heeft er ontzettend veel zin in volgens mij vandaag, of niet? Het is toch het mooiste wat er is dat je op deze manier aan Nederland kunt laten zien hoe mooi het is in West-Friesland. Want ik ben natuurlijk burgemeester van Opmeer, maar vandaag ook een beetje burgemeester van West-Friesland. Waar 200.000 mensen wonen, waar heel veel mensen bezig zijn met de koeien, met
paarden zoals die achter mij lopen. Van alles. Paarden, koeien, kippen, wat is er allemaal? Geiten. Ja. Komen we net vandaan, dat was net mijn collega Grietje. En RTV Noord-Holland is er ook. Dus ja, wij zijn er ook. Gaan, dat is toch helemaal prachtig. Ja. Want ik zag je net helemaal meezingen en vrolijk zijn. Want je bent 12 jaar burgemeester nu. Je komt hier ook al 12 jaar. Is dat nou elk jaar weer een feestje? Het is ieder jaar spannend, want het heeft natuurlijk heel belangrijk hoeveel mensen er komen. En het weer. En het weer. En de inzenders. En zijn er geen gekke ziekten ten opzichte van pluimvee of van geiten of van schapen. Wel spannend ook, ja. Dus dat is ieder jaar toch weer een verrassing. En het weer, hè. En het weer. Dus het is voor mij iedere zaak, dus morgens om 5 uur naar de kerk. Bidden, bidden, bidden tot mijn knieën blauw zien. En dan de zon. En de zon is er. Dus... Ja, u heeft vandaag goed werk gedaan, zie ik. Zeker, zeker. Heerlijk. En rijdt u nou zelf ook? Of heeft u er een beetje verstand van, of niet? Ik heb er wel een beetje verstand van zo in de loop der jaren. Door de juryleden me ook laten uitleggen waarom is dat nou paard nou beter of anders en noem maar op. Maar ik heb zelf ooit paard gereden. Ik had een oog op een meisje. En die reed ook paard. Toen ben ik paardrijden. Toen moest u ook? Toen met het meisje is niks geworden. Dus toen ben ik gestopt met paardrijden. Het is niet anders. Godverdorie. Ja, jammer. Maar wat we nu achter ons zien, dat zijn de dames die zijn aan het rijden. Of die waren, we zijn nu niet net klaar. Klopt. En wat, is de, wat vindt u de, nou de mooiste? Vindt u dit nou, als we kijken naar deze karren hier achter ons. Welke vindt u nou het mooiste? Deze rijtuigen. Hè? Ja. Karren is wel heel... Excuus, rijtuigen. Ja. Nee, dan kun je ook zien qua verzorging, qua originaliteit. Dus ook alles, alle leren delen en de vering en de kleuren en de verf. Alles moet vanuit een bepaalde basis zijn opgebouwd. Er zijn ook allemaal boeken van. En ja. Echt naar gekeken, ook naar wat ze noemen het schoonste geheel. Dus dat is het paard, de tuigage, het rijtuig, de dame die erop zit, hoe zijn ze gekleed. Als je moet kiezen, wie dan? Ja, dan die dame ken ik toevallig die nu naar voren gaat en ook volgens mij de eerste prijs gewonnen heeft. Is qua stijl, qua nummer 28 staat op de zijkant. Ja. Is qua stijl, qua beleving, ook als ze rijdt, zie je gewoon een ontspannen rijdster en een ontspannen paard. En die combinatie maakt het dat ze de prijzen wint zoals ze die wint. Dus... Heerlijk. Het is echt de mooiste volgens u. Ja, die mevrouw ook. Mijn vrouw is hier ook, dus ik moet daar mij wel mee oppassen. Even oppassen. Mijn vrouw is natuurlijk de mooiste. Maar deze mevrouw, als ik mocht kiezen voor vandaag, dan zou ik zeggen, nou, dat is een goede runner-up. Een echte winnaar. Een echte winnaar. Nou, dan gaan we van u gaan we over naar mijn collega Grietje. Die is onderhand waarschijnlijk bij de konijnen aangekomen. Kunnen ze nog een beetje hoppen? Ja, Pamela, ze hoppen echt fantastisch. Het is echt heerlijk om te zien. Kijk nou, daar gaat hij. Daar gaat hij, daar gaat hij. Ah, soms duurt het even, maar dan heb je uiteindelijk wel wat. Ik ga eens even hier met Andrea praten. Dat is helemaal goed. Ja, dit ziet er echt fantastisch uit. Kan je er wat meer over vertellen? Ja, we zijn dus van Schichting Sunflowers Ranch. En dat zijn mijn vrijwilligers. En we hebben het Happy Hoppers NL-team opgericht enkele jaren geleden. En wat zijn Happy Hoppers? Happy Hoppers zijn gewoon mensen die diervriendelijk hopen proberen om te gaan met konijnen. Bij ons komen, zeg maar zo, als nu in de zomervakantie. Er zijn 75 konijnen over het hek gezet. Ja. Dus we zijn dus een opvang. En wij trainen dus die dieren. Die zitten eerst in het hok. Die moeten eerst gecastreerd worden. Die moeten eerst geënt worden. En dan vervelen ze zich. En dus wordt hier gewoon getraind met die dieren dat ze lekker uit het hok komen. Tot ze bij ons weer in de knuffelweide gaan. Of naar een nieuwe eigenaar. Want dat is natuurlijk ook een bedoeling. Hè? Ja. En we niet alle konijnen kunnen houden. Dan had ik al 500. Ja, want jij zegt er diervriendelijk mee omgaan. Als mensen dit zien, het is dus niet zielig dat je dit met ze doet. Nee, kijk, paardensport vindt iedereen normaal. Maar een konijn rent en springt veel meer als een paard. Een konijn doet niks anders dan rennen en springen. Die vinden dat gewoon hartstikke leuk. En dat realiseren mensen zich niet. Ze stoppen ze in de hok en dan vervelen ze zich. Obwohl je ziet dat ze hier heel vrijwillig springen. Met zonder torgie en riem. Dus gewoon met lichaamstaal mogen die meiden sturen. Alleen maar met de handen een beetje. En meer mogen ze niet doen. Dus een konijn moet gewoon vrijwillig gaan springen. En is dit nu een wedstrijd? Nee, dit is gewoon even een demo om te laten zien hoe je het gaat doen. We laten wel een beetje zien, laat je erop welk konijn nou het hoogste wil springen. Ja. Maar het gaat ons puur erom om te laten zien dat ze dus echt met lol springen. Maar heb je ook wedstrijden hier in Nederland, of niet? Nee, ik ben wel een scheidsrechter, maar het loopt hier nog niet in Nederland. Mensen die willen niet trainen, maar ze vergissen zich hoeveel tijd en energie dit kost. Ja. Dat je echt regelmatig met een konijn moet trainen, net als met een paard. Ze moeten conditie opbouwen, die afstanden moeten kloppen, de hindernissen moeten diervriendelijk zijn en veilig zijn. En je moet veel trainen, wil je het resultaat bereiken. Ja, en als er nou mensen thuis zitten die denken, nou, volgens mij zou mijn konijn dit ook hartstikke leuk vinden. Waar kan je dan het beste beginnen? Laag, met veel geduld en liefde. 1 of 2 latjes met 1 hindernis. Dan 200 hindernissen, 3 hindernissen langzaam opbouwen. Ja. Dus, en wij kunnen ook workshops komen geven. We zitten hier in Arnhem, Gelderland. Dus we willen ook best wel workshops geven om te laten leren hoe je het moet doen. Ja. Dat is geen probleem. Dus.
Ja, en in het buitenland is het wat populairder, zei je al? Ja, zeer fanatiek. In Duitsland is echt vreselijk fanatiek zijn. Ja? Daar rijden ze honderden kilometers van wedstrijd, van Blikkenbeker. En ze proberen ze dus te hoger, dus te sneller. Dus op een gegeven moment, het moet diervriendelijk blijven. Dus in Nederland doen we tot 45 centimeter. Maar in Zweden of zo, daar ligt het naar boven een meter. Ja, dan weet je, op een gegeven moment is net als bij een paardensport, waar is de grens tussen verantwoordelijk met dier omgaan en... En je ziet ze soms, hij zit nu, kijk, hij wordt even getriggerd. Ja. Maar wat gebeurt er nu in dat kopje van het konijntje? Ja, dat konijntje die is onderhand moe. We lopen ook al de hele dag hier. En zij had zoiets van, ik wil niet meer. En dan mag ze hem een beetje aansporen met de handen. Dat heb ik haar uitgelegd. Maar zij komt uit de AZC El de Hoeven naast ons. Ja. Zij doet het nog niet zo lang, die meid. Die had dat dus net, zeg maar, deze zomer vakantie geleerd. Ja, maar ik ben bang. Hij wordt uiteindelijk toch opgepakt. Helaas, kijk eens wat een mooie uit. Nou, daar ga ik heel eventjes mee knuffelen. Och, wat een schat. Ik ben enorm afgeleid. Pamela, neem jij het even van me over. Dan kan ik lekker knuffelen. Ja, ik zit klaar. Lukt het? Zo, dat is stoer. Yes. Nou, we zitten hier nu in een prachtige trekker. Het is namelijk de T7210. Ik moet even spieken hoor. En wie ben jij? Yvette. En Yvette, wat vind je hier nou van om hierin te zitten? Leuk. Ja, leuk? Ja. Zou je jezelf ook wel in willen rijden later? Ja. Ja, ben je ook boerin? Ja. Is papa boer? Nee. Maar dan ben je toch geen boerin? Nou, ga jij hier nog maar even in spelen. Ik ga hier even uitklauteren. Even kijken, mijn microfoon zit natuurlijk alweer vast. Om de rem heen. Zo, ik ga even uit. Hi. Ja, hallo. We moeten even het kindje ook eruit halen zo nog. Ja, ik sta hier naast Jan. Ja. Jan, wat heb jij een prachtig ding hier staan, zeg. Jeetje. Ja, dat vond ik zelf ook dus. Want hij is eigenlijk nog niet af, hè? Nou, hij komt net bij de dealer vandaan. Bij de dealer. Nou ja, goed, die dealer die importeert die trekker. Hij komt uit Engeland vandaan, denk ik. En hij wordt dus voorbereid voor het werk wat hij moet gaan doen. Zullen we het eens omheen lopen? Ik wil even kijken, want hoe groot is dit nou? Dit is toch gigantisch? Ja, dit is maatje 200 pk. Maatje 200 pk? Ja. En dit is nieuw, vertelde je mij, toch? Ja, wat is dit dan? Dit is eigenlijk een veiligheidsbumper, noemen ze dat. Dat is meer om aanrijgevaar in het verkeer te verminderen. Want ik zie daarachter heb je een groene, die heeft dat bijvoorbeeld niet. En deze heeft het dan wel. Ja. En waarom heeft hij dat nu? Gewoon puur vanuit veiligheid, toch? Puur vanuit veiligheid. Er zit wel een geïntegreerd in een frontgewicht, noemen wij dat. Dat is weer als hij een zwaar werktuig achterin heeft, dan moet hij wat tegenwicht hebben. Dat is ook gewoon handig. Dit is ook handig. Dit is geïntegreerd in hetgene wat we moeten gebruiken. En het wordt geïntegreerd met het veiligheidsaspect. Dus dit ding is echt het nieuwste van het nieuwste hier? Nou ja, dit is een nieuwe trekker van Nieuw-Holland. Ik bedoel, er zijn andere merken die ook met nieuwe trekkers komen. Maar dit is Nieuw-Holland. Want het staat 2017, dus hij is nieuw, nieuw, nieuw. Want ik zeg dat, omdat hierachter staat eentje van... Ja, die is dus van de 50e jaren, 1955. Ik kom even naast staan. Wat een prachtig ding, zeg. Ja, ik heb dat dingetje gekocht in de Wogmeer. Toen stond die stijf aan de roest. En die hebben we toen met liefde weer opgelapt. Ja. En dit was de trekker waar mijn vader vroeger mee begonnen is. Dus dit is waar jij nu op rijdt en dit is waar je vader vroeger op is begonnen? Ja, nou ja, en als kleine jochie heb ik er zelf ook nog wel een keer mee gereden. Oeh, er komt er een straaljager over. Dus hier heb jij, wat zei je nou, hier heb jij als klein jochie? Als klein kind ben ik hier ook wel eens mee gereden, ja. Dus dat heeft dubbele betekenis. Dus als je nou het verschil ziet... Ja. Wat is nou het grootste verschil? Ik kan wel zeggen de maat, maar ik bedoel, hoeveel kracht is erbij gekomen? Nou, dit is iets van 28 pk. En dat is 210. En dat is 210. Dus dat is het verschil. En 62 jaar in tijd. Ja, dat is ook een flink verschil. Dat is ook een flink verschil. Dus, nou, ik zou zeggen, heel veel plezier nog vandaag. Dank u wel. Hartstikke bedankt. En dan gaan wij weer over naar Grietje, want die staat als het goed is tussen de mensen. Ja, er staat hier een hele lange rij voor de poffertjes. We zijn op het veld aangekomen waar er... dat ziet er ook lekker uit. Waar er goed gegeten wordt. En dit ziet er ook uit als een hartstikke gezellig clubje. Goeiedag, lieve mensen. Goeiedag. Goeiedag. Waar komt u voor vandaag? Nou, wij komen voor de paarden en voor de koeien. Voor de paarden en waarom ook specifiek? Ook heel erg voor de mensen.
Ja? Ja. Kunt u dat uitleggen? Nou ja, mensen kijken, dat is toch het mooiste wat er is. Ja. Dat, iedereen is anders. Ik heb er nog geen één hetzelfde gezien. Zelfs niet als jou. Nee. Ik heb ook nog niemand zoals u gezien. Nee. En ik dacht, dat is een leuke man. Daar ga ik eens even een praatje mee maken. Ja. Kijk. Maar vind je ons allemaal niet hartstikke leuk? Wij zijn jeugdvriendjes van 50 jaar terug. Echt waar? Jeugdvrienden van 50 jaar terug? 50 jaar terug. Nog langer. Nog bijna 60. Zo, en dan gaan we met z'n allen weer op pad. Vindt u dat niet uniek? Dat vind ik hartstikke gezellig. Maar is het dan ook elk jaar hier de landbouwshow? Nee, we hebben ook andere dingen. Maar dit is voor het eerst dat we met z'n allen hier zijn. Ja. En dat vinden we leuk. Wat leuk zeg. En wat vindt u er dan tot nu toe van? Geweldig. Geweldig. Ja? Ja? Kunt u een beetje omschrijven wat er zo leuk aan is? Oh nee, oh jeetje. Hij bijt alleen op zondag, het is maandag. Nou, dus de sfeer, de mensen, alles, de paarden, de koeien. Het is hartstikke leuk om met elkaar. Ja. Ja. Allerhande mensen kom je tegen, bekende en onbekende. Ja. En er is van alles te zien, dus... En het weer werkt mee, gelukkig. Het weer werkt mee, jij zijn heel blij mee. Dus volgend jaar weer? Ja hoor. Ja? En je neemt weer ons eigen gemaakte tafelkleedje mee. Oh, kijk eens even. Dat is nog eens een leuk detail. Oma geborduurd. Oma geborduurd. Nou, dan is die er op die manier ook een beetje bij. Wij gaan er even heel snel uit voor de reclame en dan zie ik jullie zo meteen weer terug. Ja, ik ruik kaas. Kijk eens even, daar is die. Mag ik er eentje pakken? Ja, tuurlijk. Ja, oh, hartstikke lekker. Eerder deze dag werden de koeien gekeurd. En daar was ik ook bij, dus daar gaan we nu eventjes naar kijken. Ja, en er wordt hier al flink geshowd volgens mij. Kan jij een beetje uitleggen wat er nu aan de hand is? Ja, dat kan ik. We hebben hier de kalverkeuring in Opmeer. En dat deel doen kalveren mee van babykalf die net een paar weken oud zijn, tot al best grote kalveren, zeg maar. En dan gaat het erom wie hier het mooiste kalf heeft. Dus het gaat er niet om of de moeder veel geeft, of dat ze misschien mooie stipjes hebben of een mooie kleur of weet ik veel. Het gaat erom of ze qua uiterlijk het mooiste is. Dus echt een heuse misverkiezing. En als je dan kijkt naar, nou ja, bijvoorbeeld nummer 82, wat zou je daar dan over kunnen zeggen? Van 82 kan ik zeggen, je kan de mooie rib kan je mooi zien liggen. Dat geeft aan dat ze melk typisch is. Wat ook aangeeft dat ze op langere termijn waarschijnlijk veel melk gaat geven. Haar benen zijn heel erg droog. Dat wil zeggen, het zijn haast geitenpoten. Zo willen we ze eigenlijk zien. Ja. Vel over been. Zo min mogelijk vlees op de benen. Dat is wel een kwaliteitskenmerk. En als er dan ook nog een beetje vrouwelijk uitziet, met een mooie kop omhoog en enthousiasme, dan word je er blij van. Dat, ja, dan prijst dat bij de jury. En waarom lopen ze hier nu met kinderen mee? Je bedoelt waarom de kinderen met de kalfjes lopen? Nou, als je zo'n klein kalfje met een groot persoon laat lopen, dat ziet er niet helemaal mooi uit. En daarnaast zijn deze kinderen potentiële bedrijfsopvolgers misschien in de lange termijn. Die zijn ontzettend enthousiast om hier hun mooiste dieren te showen. En die hebben wekenlang geoefend. En de kalveren meerdere keren gewassen en misschien ook wel zelf geschoren. Dus die zijn minstens net zo fanatiek als de ouders, denk ik. Ja, weet je, ik zie hier ook een kleine opstopping gebeuren. Vinden ze het nou leuk om te doen, die koeien? Ik denk niet dat ze dit een vervelende dag vinden, nee. Nee? Kijk, wij vinden het ook fijn om af en toe eens een uitje te hebben en ergens anders te zijn. En ik denk dat dat voor de koeien en de kalveren vandaag net zo is. Ja, en wat is jouw band met koeien eigenlijk? Ik heb zelf een melkveebedrijf van mijn ouders overgenomen en mijn vader heeft wel de liefhebberij voor mooie dieren. Dus daar kijken we ook graag naar en als je daar een beetje actief in raakt, dan beland je vanzelf een keer op deze plek. Maar heb jij hier dan zelf vroeger ook als jongetje gelopen? Niet met kalfjes, maar wel eromheen. Ik vond altijd wel dat ik heel graag mee wou doen, maar dat kan me nooit van op een of andere manier. Met koeien doe ik nog wel eens mee, maar met kalfjes is er helaas nooit van gekomen. Dus. Ja. Nou, bedankt. Veel succes. Er komt ongetwijfeld een mooie prijswinnaar uit. En wij gaan weer terug naar het grote terrein. U ziet 118 planes in spot. Ja, ondertussen zijn wij hier aanbeland bij John Maarsen. Hij is parcoursbouwer van wat we hier achter ons zien. Wat is vandaag voor dag voor jou? Ja, het is vandaag een speciale dag. Opmeer natuurlijk altijd een landelijk... Kijk, je komt een paar drakelings langs ons. Die komt net door de barrage heen. Door de finish. Belangrijk een koer voor een hoop ruiters. Heel veel publiek. Toch wel iets wat moeilijk voor een hoop paarden. Omdat er is veel te zien. Er is natuurlijk veel, anders dan normaal. Anders dan normaal die op kleinere concoursen lopen. En het is hier altijd wel moeilijker en wat kijkeriger. Maar voor een hoop paarden om veel om te leren. En voor ruiters om een mooie wedstrijd om te rijden met een hoop publiek. Want jij bent dus eigenlijk de architect van wat we hier achter ons zien. Ja. Hoe werkt
dit nou precies? Want ik ben echt compleet leek. Hoe werkt dit? Wij krijgen een bouwtekening of een plattegrond op van een schets van een terrein. En daar gaan wij zeg maar een ontwerp in maken als zijnde een soort architect waar dat parcours helemaal in gaat passen. En hoe weet je nou wat goed is qua parcours? Heb jij zelf ook gereden? Ik heb zelf op redelijk niveau gereden, op 1,40 niveau gereden. En van daar af aan altijd gedacht van nou, de parcours die ik rijd zijn altijd niet even mooi. Jij zegt 1,40 parcours, is dat hoe hoog de balk ligt? Dat is hoe hoog deze balk ligt. En dat is nog 20 of 10 centimeter hoger dan het niveau is nu. Dan moet er een klein beetje nu aan de kant. Beetje uitwijken? Oké. Anders worden we zo meteen, dus liggen we onder het paard. Dan liggen we onder het paard. Deze ruiter gaat nu naar hindernis 4 toe. En die gaat naar een muur, wat we eigenlijk in het parcours tegenwoordig niet zo heel veel meer tegenkomen. Maar al jaren in op meer eigenlijk een vaste hindernis is. Deze nummer 4? Ja, deze nummer 4, dus die is vrij moeilijk. Dat ging wel helemaal goed. Deze ging perfect. En dan staat de afstand naar de volgende hindernis. Die meten wij precies dat een paard met de juiste galopsprongen naar de volgende hindernis toe kan. En die afstand kan je voor het ene paard is wat moeilijker, omdat hij een ruimere galopsprong heeft dan de ander. En de ruiter moet daar zijn paard goed kennen en dressuurmatig goed voor elkaar hebben, zodat hij dat hindernis dus goed kan nemen. Het is hetzelfde met deze dubbelsprong. Jeetje, dit ging helemaal goed hoor. Het gaat heel goed. Die afstand tussen deze hindernissen is precies uitgemeten dat de paarden, een gemiddeld paard, daar eigenlijk normaal goed tussendoor moet kunnen springen met een juiste galopsprong. Dus jij hebt gewoon heel veel ervaring van al die jaren dat je zelf ruiter bent geweest. Ik kan me niet voorstellen, je kan niet studeren voor dit vak, of wel? Nee, dat is een bepaald gevoel en een bepaalde ervaring. En zeker het ervaring hebben als springruiter zijnde. Noodzakelijk. Ja, vind ik noodzakelijk. En dat is ook in de opleiding voor parcoursbouwers zo. Oeh, daar ging eentje af. Dat was de laatste. Die was net, de afstand kwam iets te dicht. Dus de afzet was te dicht bij de sprong. Jeetje, die komt dichtbij. De afzet was te dicht bij de sprong, waardoor het paard niet geen tijd genoeg krijgt om omhoog te komen. Waardoor hij eigenlijk te plat springt en de fout maakt. Hij moet de juiste plek van afzet vinden, de ruiter, zodat het paard ook de hindernis kan springen. Dat is nog wel eens moeilijk dus. Dat is moeilijk. Kijk, springen is eigenlijk dressuur over houtjes. Je moet je paard zo goed voor elkaar hebben dat je precies de afstand kan bepalen. En dat is ook de kunst van de ruiter. Om op 4, 5 lossprongen voor de hindernis al aan te kunnen voelen en te kunnen zien dat jouw paard precies bij de juiste plek van afzet komt. Het is echt een gevoelskwestie. Het is een gevoelskwestie, maar ook een talent. Het is ja niet alleen een gevoel, maar het is ook een bepaalde kunde van de ruiter, ervaring van de ruiter, om dat precies voor elkaar te gaan krijgen. Weet je, het is ontzettend knap wat ze hier dus doen. Kijk, zeker op dit niveau wat hier nu gereden wordt. Dit is 1,30 zei je? 1,30 meter. En we gaan straks nog naar het ZZ naar 1,35 meter. Dat wordt nog een gaatje hoger en nog weer 5 centimeter breder. Dus dan wordt het echt serieuze hoogtes. Dat zijn zelfs rubrieken internationale. Ontzettend knap. Die daar rijden op deze hoogte. En ja, dit zijn toch wel ruiters die allemaal echt professioneel bezig zijn. Je ziet hier in deze klasse maar weinig amateursruiters meer rijden. Echt genieten vandaag voor jou? Ja, het is mooi. Kijk, mooi weer. Natuurlijk weer. En zo komt weer een paard. En zoveel publiek is gewoon prachtig om te doen. Nou, ik zou zeggen, geniet ze nog vandaag. Gaan we doen. Gaat zeker goed komen, denk ik. Oké, dankjewel. En dan gaan wij over naar Grietje. Die staat waarschijnlijk nu tussen de schapen, als het goed is. Hoe is het daar, Grietje? Ja, ik sta tussen de schapen, maar vooral ook heel erg tussen de mensen. Het is hier echt hartstikke druk. Zijn ze populair, die tesselaars? Ja, buitengewoon populair. Het is het beste vleesschaap ter wereld. Dus nou ja, goed, om die faam natuurlijk te blijven houden, moet je je af en toe presenteren. En daar is de Landbouwdag in Op Meer natuurlijk een unieke gelegenheid voor. En zoals u ziet, trekt heel veel publiek. Omdat de mensen toch wel behoorlijk geïnteresseerd zijn in dit soort en type schaap. En wat is hier nu specifiek aan het gebeuren? Nou, ze zijn nu bezig met de selectie van de beste 10 ramlammeren van deze dag. U moet het zien, er zijn ongeveer 60 ramlammeren ingezonden op deze dag. En daar heeft de jury er een aantal uitgeselecteerd. Die hebben een blauwe stip op de kop gekregen. En die lopen nu in de ring. En de jury is nu bezig om de beste 10 van deze dag dan van deze groep uit te zoeken. En zijn dat dan de schapen die daar apart zitten? Ja, die apart zitten, dat zijn degenen die de jury al geselecteerd heeft. En straks zal blijken wie de eigenaren zijn van die dieren. Zit er jou wat tussen? Ja, toevallig zit er van mij ook. In ieder geval heb ik er één gezien en misschien nog wel één. Dus wat dat betreft zijn de kansen goed vandaag. En misschien nog wel één. Kan je vanaf hier dan herkennen welke van jou zijn? Ja, je ziet aan de bouw, herken je je schapen. Ieder heeft zo toch een klein beetje, net zoals ieder mens verschillend is, is ieder schaap ook verschillend. En elk dier heeft zo zijn specifieke kenmerken.
waaraan ze te herkennen zijn. Dat heeft met name te maken met de ontwikkeling, met de uitstraling van de kop. De vacht speelt daarmee mee. De breedte, de lengte, de bespiering. De een heeft meer spieren als de ander. En alles met elkaar maakt dat een dier uniek is eigenlijk. Ja. En als we het hebben over schapen, hoe staat het nou eigenlijk met de schapenpopulatie in Nederland over het algemeen? Nou, over het algemeen is het zo dat de populatie de afgelopen jaren toch wel wat gedaald is. Dat heeft meerdere redenen. In de fokkerij heeft het te maken met een klein stukje vergrijzing. En, de opvolgers moeten komen. Ja, en ook de regelgeving is daar ook deels debet aan. Want er komen steeds meer regels. En met name koeienboeren natuurlijk, om het maar eens onpopulair te zeggen. Die hebben met de mestwetgeving te maken. En koeien valt nou eenmaal meer mee te verdienen dan met schapen. Dus vandaar dat de keuze vaak op de koeien valt en niet op de schapen. Zijn de schapen wat impopulairder? Ik zie hier toch, als ik hier zo rondloop, zie ik er toch ook allemaal jong grut rondlopen. Hier, kijk, er gaat er ook weer een. Zijn dat nou de toekomstige schapenhouders van de toekomst? Dat hoop ik wel in ieder geval. En je probeert ze er ook bij te betrekken. We hebben soms ook keuringen en showdagen dat de jeugd de dieren mag volbrengen. Dus op die wijze probeer je toch de jeugd erbij te betrekken en ook een beetje enthousiast te maken voor de fokkerij. Dus dat heeft een tweeledig doel. En dat is vaak ook mooi om te zien natuurlijk. Ja. Om die erbij te betrekken. Ja, hopen dat dat lukt. Lieve mensen thuis, we gaan jullie weer heel eventjes naar de reclame laten gaan. En dan komen we er zo meteen weer in. Zoals je kan zien, het is hier ontzettend spannend. We zitten midden in een wedstrijd flyball met de honden. Het gaat ontzettend hard ook. En ik sta hier naast Gerard Groot. Hallo. Goedemiddag. U heeft ontzettend veel verstand hiervan. Zet u? U heeft veel verstand hiervan, toch? Nou, ik heb verstand van honden. Ja, een klein beetje. Wat spelen ze hier nu? Dit is flyball. En dat is gewoon een fun sport, zoals wij dat noemen. Heel goed voor de honden. Hoezo is het goed voor de honden? Nou, omdat ze daarop getraind worden om goed te luisteren, dingen te doen die aanvaardbaar zijn. En op commando toch? Want ze moeten met hun poot, vertelde u net. Ze moeten met hun poot het bord aantikken en dan komt het balletje eruit. Althans, het bord gaat naar binnen, het balletje komt eruit en dan moeten ze weer heel hard terugrennen. Want ik loop er even naartoe, want de honden zijn nu nog niet bezig. Ik zie hier, dat kan ik even aan de cameraman kort laten zien. Hier, dit moeten ze dus aantikken en dan komt hier een balletje uit. Oké, dan weten we voor de kijkers thuis ook een beetje hoe dat eruit ziet. Dus er wordt nu een balletje ingedaan, zie ik. Ja, nu gaat er een balletje in en daar laten ze de hond los. Het zijn meestal wedstrijdjes tussen vier honden tegelijk. En dan is het puur wie het snelst is? Wie het snelst is, daar is puur de snelheid. Oh, daar gaan ze. Het is een heel klein hondje. Maar ook raar. Nu heeft hij dus met zijn pootje zo en dan dat balletje gepakt. Ja, en dan gaat de volgende weer. En de hentler die erachter staat, die drukt iedere keer een balletje erin. Jeetje, hij vliegt bijna deze hond. Zet u? Deze hond vliegt bijna. Ja, het is onvoorstelbaar zo vlug als het gaat. Dat zit dus zo meteen ook bij de behendigheid, wat hiernaast is. Ja, die honden zijn zo ongelooflijk leergierig om daar doorheen te gaan. Zo snel mogelijk. Ontzettend leergierige beestjes. Ik zie ook daar, worden ze nu helemaal verwend. Maar ze krijgen geen snoepjes, heb ik gehoord. Nou, minder snoepjes. Waarom is dat? Nou, anders wennen ze te veel aan die snoepjes en worden ze een beetje te dik eigenlijk. Wat gebeurt er nu? Wat zijn ze nu aan het doen bij de behendigheid, deze dames? Deze dames die zijn aan het kijken of alles goed staat van het parcours. En dat doen ze met hun hand. Waarom doen ze dat zo? Ze lopen nu het parcours zelf. En daarna sturen ze de honden op het parcours. Het is eigenlijk een test wat ze nu doen. Ja. En kunnen wij hier een beetje kort ernaartoe wandelen? Oh, mogen we hier blijven staan? Oké. We kunnen hier blijven staan. Hoe hoog is dit stokje hier voor ons nou? Ik schat hem op een centimeter of 60, 50, 60 centimeter. Wat is dat nou voor zo'n klein hondje? Dat is echt wel... Voor de kleine hondjes. Dit is voor de iets grotere honden. Kleinere hondjes die gaan op de allerlaagste drempel. Nou, dat zal 20 centimeter zijn of zo. Maar dat is voor een klein hondje natuurlijk al flink hoog. Dat is voor kleine hondjes alweer flink hoog, ja. Want hier zijn ze nog steeds aan het flyballen of is dit een oefenrondje wat ze nu doen? Dat is oefenrondjes die ze aan het doen. Want nu gaan ze een stuk minder hard. Ja. Zullen we een stukje naar de honden toe lopen? Ja, we kunnen er naartoe lopen. Of word ik hier aangevallen als ik hier loop? Zet u? Word ik hier aangevallen als ik hier loop? Nee.
onze hondjes vallen niemand af. Geen honden die aanvallen hier, zei u? We hadden net een wedstrijdje tussen kinderen en de hondjes. Oh, wat leuk. De hondjes die starten, hier. Ja. En de kinderen liepen hier ook. Ja, en dan moesten de kinderen winnen natuurlijk. Wat gebeurt hier trouwens nu voor onze neus? Worden de honden nu een beetje klaargestoomd? Ja, hier is de plek waar ze vandaan beginnen. Dus dan wordt de volgorde bepaald voor de hondjes. En dan, Dus wat hier nu zo meteen gaat gebeuren, hoe noemde u dat? Behendigheid? Dit is behendigheid, ja. En dit is maar een beperkt parcours, want normaal heb je ook nog een kattenloop erbij. Dat is een bruggetje wie ze op moeten lopen. Heel smal. Jootje, daar gaan ze weer, flyballen. Het gaat echt als een malle, hè? Ja, gaat verschrikkelijker. Maar we gaan nu even over ook dat de behendigheid gaat lopen. Want verschilt dat nou ook nog, dat je als hond gespecialiseerd kan zijn in het een of het ander? Of moet je... Jazeker. Gebeurt ook vaak dat de hondjes allemaal, dat meerdere hondjes meerdere oefeningen kunnen doen, meerdere dingen kunnen lopen. Maar het is zeker ook bij sommigen die zich helemaal gespecialiseerd hebben. We hebben ook nog een andere funsport, dat is Rallyo. Wat is dat? Ook weer een parcours lopen, maar er staan de bordjes bij. En de ene keer moeten ze rechtsom, de andere keer linksom. En dat moet ook gestuurd worden door de begeleider. En hebben jullie dat ook hier vandaag of niet? Nee, vandaag hebben we dat niet. Er is de ruimte gewoon te beperkt voor. Want nu gaan ze dus behendigheid doen. Dat ziet er wel uit alsof ze even bij moeten komen als ik het zo zie. Ze zijn helemaal back-off. Valt het mee? Oké, valt mee. Want u heeft zelf ook een hond, toch? Ik heb ook een hond, ja. Die niet meedoen? Nee, die doet hier niet aan mee. Die is daar wat te lui voor. Is die te lui? Ik zie nu dat hier het seintje wordt gegeven dat we zometeen met de behendigheid gaan beginnen. Het is natuurlijk wel allemaal, het zijn allemaal dieren, dus jullie moeten hier een beetje aanpassen, hè? Ja. Ondanks dat ze zo braaf zijn. Zeker, ja. Het zijn en blijven dieren. Ja. Maar het is natuurlijk, het zijn en blijven dieren. En dat is ook dat waar onze vereniging alles voor doet, voor de dieren. Ja. Want wat is jullie vereniging, de naam? Dat is de Kinologenclub West-Friesland. Kinoloog staat voor hondenkenner eigenlijk. Hondenkenners, ja. Alles over de hond. Er wordt ook les in gegeven, kinologie. Dat heet dan de KK1 en de KK2. Oh, wat is er met deze hond? Hij heeft een mank pootje, of niet? Ja. Is dat nou net gebeurd? Dat weet ik niet, durf ik niet te zeggen. Oh, dat ziet er wel heel zielig uit. Ja, is ook zielig. Dan gaan we even kijken zo. Ik ben bang dat we geen tijd meer hebben voor de behendigheid. Dus we gaan nu naar Grietje toe. Want ik ben wel benieuwd hoe het bij jou is, Grietje. Nou, ik zie op dit moment de mooiste koeien van de dag langskomen, toch, Ko? De mooiste koeien van Nederland horen ze bij. Echt waar? Ja, zeker weten. Want, als je hier kampioen wordt, dan hoor je bij de beste van Nederland. Ja. Ja, want deze parade, wat gebeurt er nu precies? Ja, het is een kampioenenparade. Koeienkeuringen worden verdeeld in rubrieken. En iedere rubriek heeft een 1A, 1B, 1C. En die komen hier nu voorbij. Ja. En dat gaan ze nu laten zien. En de prijsuitreiking straks in de ring. De uiteindelijke dagkampioenen van iedere leeftijdsgroep en een overall. Nou ja, laten wij ook eventjes meelopen. Tenminste, mag dat? Mogen wij gewoon de kampioenen... Natuurlijk mogen we meelopen. Hoppa, nou, dan gaan wij er gewoon ook even tussen. Ja. Kijk eens wat een mooi het. Hoi. Wat heb je gewonnen? Ik was vierde. Vierde? Ja. In welke categorie? Oeh, loop even eraan. Maakt niet uit, dat was gewoon vierde. Ja. Maakt ook niet uit, als hij maar gewonnen heeft. Even kijken, er is even een leuke opstopping hier zo. Ja hoor, dan lopen wij gewoon eventjes. Oh, daar gaat hij. Kijk nou. Hoppa, hij loopt even leeg. Ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Geeft helemaal niks. Nou, hier, even, gaan we even Marcel vragen. Marcel, welk voor prijs had je? Een reserveprijs. Een reserveprijs. Ja. Je bent, Bij het jongvee hadden we... Hij is trots, is trots. Je hoort het. Ja, kom maar. Twee kampioensgroepen bij het jongvee. En pinkerkampioen. Ik weet het eigenlijk niet meer, want er waren er heel veel. Ja, het is wel grappig. Het zei vroeger net ook iemand zei, wat heb je gewonnen? Dat weet ik niet precies, maar ik heb wel gewonnen. Zo druk, we hebben de hele dag lopen rennen. We waren met zoveel heen. Ja, dus, ik snap het. Maar wel veel vreugd, neem ik aan. Ja hoor, zeker. Ja? Dat zweet het aan, hè? Jeetje, maar vindt ze het nou wat? Of...
Ik denk dat ze jou leuk vindt of zo. Ik denk dat het hooi is of zo. Ja, dat haar van mij. Ja, dat zal wel weer. Wat, ik ga even hierheen voordat ik opgegeten word. Nou. Hey, Ko. Ja. Ja, we zien hier natuurlijk nu prachtige dieren langskomen. Ja. Maar kan jij nog iets meer vertellen over... Ja, hoe kijken mensen nou eigenlijk aan tegen boeren vandaag de dag? Matig. Ja? Ja, de afstand tussen boer en consument, dat is gewoon. En er wordt van alles geroepen wat niet waar is. Halve waarheden, leugens. En dat is wel eens moeilijk om tegen op te boksen voor de, ja, voor de boeren. Maar een dag als deze draagt weer bij aan de vreugde? Dat hoop ik. Ja. Het is, iedereen vindt het wel mooi. Ja. Nou, dat vind ik zeker ook. Het is een hele mooie dag. Het gaat hier ook nog eventjes door. Er is eigenlijk gewoon, ja, te veel om in een uurtje te laten zien. Maar volgend jaar, eerste maandag van augustus, is het natuurlijk weer gewoon hier in Op Meer. Tot die tijd, misschien tot een andere keer. Zeg ik in elk geval gedag en bedankt voor het kijken. Ziet u straks ook de